Wel, hier zitten we dan met twee jongens. Hey, wie ben je? Say hi. Hi. Just say hi. I know I'm Duda. Hi. Hi. Sorry, I can't talk. Lopen we even beneden toe snel. Er zijn ook mensen beneden. Say hello to me. Hello. You done? Yes. Up this hill I'll climb. Okay. What are you doing? He's filming us. Als we even naar buiten kijken, zien we de mannen nog even de laatste restjes opruimen. Al de spullen, de booms, de stronken, de struikjes, de coniferen. De laatste clean-up. Okay. Wel, goedendag Nederland. Hier is Marcel in Waterdown. Ik wil je even laten zien hoe onze progress met Youth Center gaat verder. Is een update van Youth of Christ. Zoals je ziet hebben we hier al het huis. Je ziet de bomen zijn omgezaagd en al. Ja, de bomen zijn weg. De hele de coniferen is allemaal weg. En achter in de tuin, als je even naar achteren loopt zo. Hier het huis, daar komt de Youth Center te staan. Als ik zo even achterloop, dan zie je nog meer bomen. Allemaal echt gezagen. Kijk. Dan zie je allemaal. Best wel vet. De bomen zijn weg. Het huis gaat binnenkort weg. In ongeveer 30 dagen of zo. En dan probeer je gaan bouwen. Als de winter mild is natuurlijk. Als we niet zo'n strenge winter hebben, dan kan het wel. Dat moet iets later gebeuren. Maar zoals je ziet, een kale grond hier zo. En we hopen binnenkort te gaan bouwen. Ja. Yeah. Wel, hier ben ik weer. Ik voel het huis naar beneden, of in elkaar stort, zou ik zo zeggen. We gaan even kijken binnen. Ja, laten we binnen kijken hoe het eruit ziet. Ons kantoortje waar ik vandaan werk, zeg maar. De meeste mensen weten dat niet. Dit is dus de voorkamer. Ik zal het licht aanzetten. Beetje een kantoortje, een beetje een zithoek. Waar we vanuit werken, mensen ontmoeten, jonge lui. Ook in mijn kelder natuurlijk, in de studio. Dus de woonkamer, zeg maar. Lopen we even door naar de keuken. Lopen we mee? Hier is de keuken. Gebruiken we dan. En dan hierachter is een kamer. Beetje een rotzooi nou, maar de kamer waar je dat kerstspullen opruimen ben. We hebben een kerstviering gehad in de straat hier zo. Met een truc van mijn spullen erop met de jongelui. Laten zien dat we hier zijn, in de gemeente. Dat is de achtertuin. Even gelijk naar boven lopen, even snel. Ik heb een toertje boven, waar ik vanuit werk, zeg maar. Even mee. Ik. Hier hebben wij de kamer vol met jurken. En die heeft verzameld voor de meisjes voor een uitzending met het gemeente. Ja, het programma voor jonge lui, meisjes, je kunt gebruiken in jurk, speciale dingen, avonden, een kantoortje, een slaapkamer hier zo aan de kant. Kijk het vandaan, dus dat meer niet. Dus ja, en dan als we naar buiten kijken, dat zien wij nou niet. Waterdown, precies op de hoek van de straat. Tim Hortons, koffie, McDonald's. De school is 5 minuten hier vandaan. Het hier wordt gebouwd, hebben we een perfecte plek. Heel veel zichtbaarheid natuurlijk voor de jeugd en voor de gemeente. Dus ja, daar heb je het dan, hè? Dus over en uit, zou ik maar zeggen. Goede feestdagen, allemaal gewend. En misschien zie je wel verschijnen. Ik probeer het. En dit, een beetje rufje. Dit is Movember, dat hebben ze hier genoemd. November, alle mannen laten hun baard staan. Ja. Yeah. Dus, maar die gaat er van de weekend weer af, hoor. Oké, people. God bless you all.